stop mee. We hebben onze twee koplopers. Met de vierde nummer 11 krijgen we Patrick Goukens. Met 6 Bruno Brabants. En dan krijgen we hier het peloton. Ook zij komen op 4 ronden van het einde. En we hebben 23 seconden. Nog 4 ronden. We komen op 3 ronden van het einde. Bij de voorgaande passage hadden we onze twee koplopers, Patrick Goukens en Bruno Brabants. Hadden we 27 seconden. Bij de voorgaande passage had 27 seconden. Nog 3 ronden met Patrick Goukens en Bruno Brabants. Oh, ze zijn dichter, ja. Ze zijn aan het reageren, ze zijn op pad aan het inschrijven. De Hollanders op kop, dat is een 11 seconden. Met de oranje helm. We komen op 3 ronden van het einde. Bij de voorgaande passage hadden we onze drie koploper, Patrick Goukens en Bruno Brabants. Hadden we 22 seconden. Bij de voorgaande passage. Oh, ze zijn dicht. We hebben ook de medewerking op spoor.
voor onze pilootwagen, onze Ferrari-wagen. En we krijgen hier Mark Vinkemans aan het commando met Wim Janssens met nummer 206. Nog twee ronden, jongens. Nog twee ronden. En wij komen aan de laatste ronde toe. Dan gaan we de laatste ronde hier met Hans Weitz aan het commando. Met Vito Pauwels, Patrick Huykens. Laatste ronde, jongens, laatste ronde. Laatste ronde. En wij komen aan de laatste ronde toe. Dan gaan we de laatste ronde hier met Hans Weitz aan het commando. Met Vito Pauwels, Patrick Huykens. Laatste ronde, jongens, laatste ronde. Laatste ronde. En dan gaan we hier naar de massagevoertuigen. Dan gaan we deze vijfde voertuigen hebben weten te maken. Opgepaste baan vrijhouden. We gaan hier naar de spurt. Aankomst, jongens, Ja, de koe niet, hè? Ja. Die en niet. We moeten er meer vinden, hè? Staan op zijn er nog in de visie bij de vliegtuigen bewegen te maken. Opgepaste baan vrijhouden. We gaan hier naar een spurt. Aankomst, jongens, aankomst! Proficiat, Ludo Proficiat, onze overwinnaars respectievelijk in de C, D en E categorie. Peter, we dachten massaspurt, dat dan toch nog een beetje de afscheiden. Ja, we dachten ging boksen en ik dacht, ja, ik schuif gewoon mee, probeer gewoon wat voor te blijven van de massaspurt. Daar hebben we nog met vier weg en ik dacht eerst, ik had nog wel wat overschot, maar ik dacht, boksen bleef, het speelde een beetje blut over, maar ik dacht nog een paar keer de geklopt was vorig jaar, maar... Ik wacht af en op een gegeven moment de groep komt op 20 meter. Ik zeg, hij moet toch aangaan, want ik heb zoiets niks meer. Daar kwam toch niks meer over. Dat is pokeren, zo noemen ze dat. Ja. Doks heeft ook dikjes gepokerd, volgens u. Nee, maar dan, nee. Maar dan, je bent er tussen hem af geweest. Ja, nee, maar ik dacht dat hem wel kon, want dan in het blik dat hem kapot zat. En ik dacht eerst, ik ga afwachten, maar ik weet dat hij snel is. Maar ik weet normaal gezien, als ik goed is, dat ik mee kan kopen. En ik dacht, ik kan afwachten, maar ik had hem nog verwacht, maar hij kwam toch niet mee. Voilà. Philip, mee vooraan. Peter de Wulfel, de zevende.
De zevende, Philip, de hoeveelste overwinning? Vind je dat ook? En dan vooraan in het pak, dat moet nog voldoening geven. Ja, maar mijn keer, je ziet vast, je ziet goed, maar je kunt er niet uit en het is gedaan ermee, dus je kunt er niet doorspringen. Ja. Je moet een gat hebben. Maar eens als ze op dreef zijn, zijn ze niet meer te houden. Dat is gelaten van anders gisteren. Lido, de hoeveelste overwinning? De zesde. 7-6, Filip, de hoeveelste was? Nog altijd de tweede. We gaan de schepen van jeugd, cultuur en jubilarissen de bloemen laten afgeven. Lekker. De tussen erbij. Geef eens een drum maar tussen. Zet er maar tussen, in tussen die mama zo of ernaast. Voor de foto, ja, gelukkig zeg, kom maar, ja. Geef ze een applaus, dames en heren. Peter Aerts, Philip Wagners en Ludo de Bakker. Bart Proficiat. Ja. In elke goede prijs staat een tirette. Het is een lange tirette, pas op. Bij het begin moet je oppassen. Je zegt naar boven gaan, dan zo je klaar. In de D-categorie krijgen we Dirk Perieur. Dirk, we gaan eerst de prijs aandoen en dan... Bart, ook mee vooraan. Maar juist niet. Ik kom er ook wel op, dus ik heb een goede speelprijs, maar dat is niet gekomen. Voilà.